Het is wel heel lastig in de auto dadelijk, hè? Want de auto wiebelt. We zijn er! Het was stom, we hadden een adres voor een wandelroute ingetikt. Yes. Ja, je telt niet, de vloer wordt lava. Alle voorwaarden zijn afgewezen om ze hier aan te treffen. We zijn aangekomen op het strand. Kijk, oh Denise, hier zie ik dat ook, zie je? Goedemorgen, het is zondag. Ik ben even een ontbijtje aan het maken. We hebben een beetje rustig aangedaan, maar we moeten zo wel weg. Dus ik moet nog opschieten nu ook, echt. En ik moet nog douchen, opmaken en alles. Ik ben er vast klaar voor, alleen Lola is niet zo snel. Ik heb dit shirtje aan van Vogue. Vest van Catwalk Junkie, Levi's Mile High. Sportieve schoenen, we gaan even lopen. Ja, en ik heb mijn jas aan. Van bij Steve Namit, geloof ik. Ja, en deze? Dit is echt een klein maatje. Waar ze eigenlijk al lang voorbij is. Maar dit is net een 110, geloof ik, ja. En deze valt zo groot, dat nu in 122 is die zelfs nog aan de ruimte. Ja, en nu vind ik deze. En ik heb mijn jeugdtas. Voor een simpele broek. En van en ik heb deze. Woehoe! Van Zara. Ja, ja. En je shirtje is van de River Island, geloof ik, of niet? Ja. Nou nee, Zara ook. Zara, je ziet er leuk uit. Ja. Sportief, hè? En weet je wat ik erin heb? Oh, dat is heel slim, hè? Voor onderweg is dat. Ja, gewoon lekker een kubus en een balletje. Een kubus en een kubus? Nee, het zijn twee kubussen. Een kubus, ja. En deze, kijk, dan heb je hier zo'n balletje en dan moet je hem proberen er zo in te doen. Zo. Ja, we hebben het gaatje dichtgeplakt, dat balletje er niet uit kan vallen. Zo'n doolhof. Ja. Met zo'n heel klein balletje. Kijk, waar is die nou? Ik zag hem. Oh, hij is alweer in deze gevallen. Kijk, dan moet je het balletje er doorheen doen. Het is wel heel lastig in de auto dadelijk, hè? Want de auto wiebelt. En dan heb je je Rubik's kubus. Dat is wel, ik vind slimme dingen voor in de auto. Die is wel lastig in de auto, maar... Kijk! Ja, dan moet je eigenlijk proberen om hem hier te krijgen. Of bij het andere stickertje. En dan van het ene naar het andere stickertje te krijgen. Want normaal valt hij dan uit. Kijk, er zitten zelfs twee balletjes in. Maar omdat de balletjes er anders uitvallen en dan zijn ze zo kwijt, heb ik ze expres dichtgeplakt. Wij zijn ondertussen, oh jullie vallen helemaal uit beeld, met Denise en Lola. En we gaan nu even kijken welk adres we instellen. Hier staat een Rondewijweg, maar ja, het kan ook druk zijn. Dus je kan ook op de eerste of tweede slag kan je parkeren, staat hier. Ja, ik moet even weten. Het is maar een kleine route hoor. Ik moet eerst kijken welke route jij ook weer had. Je staat in de app, ja. Bril. Deze is leuk. Ons kan niet rijden. Ik moet zo even uitleggen. Vertel maar gewoon eerst. Ja. Wacht, ja, ik mocht gisteravond niet meer gaan, hè? Naar buiten? Naar het tankstation. Nee, dat is nee. En ik had geen zin om dat vanochtend nog even snel te doen. Als ik daarna, dan ga ik heen en weer. Moeten we even kijken welke adres. Had jij hem al opgezocht? Duinen van Oostvoorne heb jij en Duinen en Valleien. Ja, maar even kijken welke... Er stond echt letterlijk in wat je... Waar je kon parkeren. Nee, kijk. Een adres om te parkeren stond er ergens in. Dan doen we die wel. Zullen we daarin gaan rijden dan? Ja. Ja, dan heb je allerlei routes. Berkenroute, Bosmaatsroute. Ja, daar had je er heel veel. Kiekendiefroute. Niet de wilde paardenroute. Ja, ik ga, die is 3,5 kilometer. Dat is leuker. Wilde paardenroute. Nee. Even kijken, wat was het nou? Duinweg, hè? Ja. En dan 12 of 21? 12. Oké, ik vind het volgens mij 12 of 21. 12 aan. Het doet wel gewoon. In Roo. Kan je. Nou, laat ik mijn locatie ook aanzetten, anders komt hij niet zo ver. Oh, wacht, er is een boom. Oh, hij heeft hem gewoon aangezet. De telefoon zet elke locatie aan, terwijl ik hem niet aanzet. Ik ga het slijs doen. Ik wil wel nog een beetje meekijken. Ja, hij doet het. Maar hij zet elke keer zelf mijn locatie aan. Ga je spel spelen dan bij zo'n deur, Lola? Nee, je moet hem zo vasthouden. Lola.
Lola. Ga dat spel spelen buiten de deur. Ja, ik heb bij jou. Zo. Let's go. We zijn er. Het was stom, we hadden een adres voor een wandelroute ingetikt. Komen we daar, kan je echt nergens daar parkeren. We reden echt op een of ander vaag pad, fietspad / wandelpad. Maar je mocht er wel met de auto. Maar het was echt heel smal en we stonden helemaal vast. Dus we hebben er best wel lang over gedaan uiteindelijk. Is dat best wel grappig bij haar? Het staat wel leuk, hè, omdat hij mega, mega oversized is. Het jammer, ik kan niet meer laten zien, want ze heeft hem nu alweer uit. Sarah, weet je zeker dat je die meeneemt? Je hebt ze onderweg niet heel veel aan, hè? Oh, oké. Is de auto dicht? Kunnen we Jaan? En we wandelen. Jaan, wil ik helpen of zo? Nee. Sarah, als je nou achter de... Ja, jij doet echt nog een keer je vinger ertussen. Echt, ik zit er ook op te wachten. Ja, ze is er wel echt, denk 3000 keer voor gewaarschuwd. Lola, 1 seconde op een boom hangen. Oh, Sarah, de vloer is lava. In 3, 2, 1. Lola, vloer is lava. In 3, 2, 1. Dit is echt heel mooi. Je was te laat. Zijn we nu aan het filmen? Cheers. Ik wil echt niet filmen. Maar heb jij geen pijn? Kunnen we hierop gaan? Samen erop, oké? Ik ga er eerst even op klimmen. Nee. Misschien. Oh. Help! Ik ben de koala weer. Ja. Ik kom hier nooit op. Kom, oké. Okay, nee. Ik ga. Ik ga erop. Lola, help. Help. Ik kom er niet op. Jawel. Probeer maar, dat kan je wel. Ja. Kom je erop, Lola? Hm? Kom je erop? Nee, wacht, kom, we gaan. Die. Nou. Welterusten! Ga geen slaap op de boot. Sinterklaas kapoentje, gooi wat ik misschien. Ah, is hij weggevlogen? Ja, hij is weggevlogen. Heb je al verteld wat je van de week in het ijs had gevonden? Een dode lieveheerfeestje. Die was helemaal in het ijs opgegaan, was wel cool. Hoorde je dat ook? Ja, ik hoorde hem. Wat? Daar ergens. In Hommel? Waar? Daar? Oh, waar? Mossa. Hoor je? Tuk. Ja, die zit nog wel een stuk verder daarheen. Ja. Ze zijn altijd schuw, hè? Als je dan wil kijken, dan... Ja, draaien ze zich om de boom. Zij gaan naar links. Daar heb je een soort van een paadje hier erdoor. Kijk, hier? Ja, klopt. Hoor je? Oké, tuk. Nee. Dat trrr. Nee, ik zou deze kant op gaan. Sarah, kom. Ja, maar je hebt nog genoeg zulke stukjes. Kom, ga maar hier naar beneden. Kijk, wie er gaat vallen. Hij zit wel ergens hier. Nee, niet verder. Ja, nee, maar wel. We komen wel dichterbij. Waar gaan we naar hem toe? Deze zomer. De vloer is lava. Nee. Zij heeft het ontdekt. De vloer is lava, had hij zelf al een stukje gevonden. Ja, oeh, ik heb hem. Lola, Denise is af. Oh, ik val er bijna vanaf. Vloer met lava. Huh? Yes. Ja, je telt niet, de vloer met lava. Oh, deze breekt. Waar is Denise nou? Oh, daar. Ja, heeft iedereen hem? Ja, Lola. Oh, kijk hoe mooi het hier is eigenlijk. Kijk, Sarah. Mooi, hè? Ja. Super gaaf. Ja, gewoon springen, Denise. 3, 2, 1. Die was echt grappig. Alle voorwaarden zijn afgewezen om ze hier aan te treffen. Alle voorwaarden zijn hier? Een zandhaag. Aanwezig. Ze zeggen aangewezen. Ik denk al. Aanwezig. Dus deze kunnen we vinden. Nou, wie er het eerst in vindt, krijgt een spekkie. We zijn aangekomen op het strand. Kijk, oh Denise, hier zie ik dat ook. Zie je?
Hier zie je ook zo'n stukje ervan. Dat is er ook zo een. Oh ja. Vroeger zag je heel veel van dit soort schelpen. Ja, die zijn best groot. Maar die zie je eigenlijk bijna niet meer. Maar goed, we hebben een wedstrijdje nu. Sarah, Denise en Lola. Denise wilde ook meedoen. Die zoeken schelpen. En dan als ze bij het huisje zijn, ja, en ik wil ze laten zien. Dan mogen ze allemaal één schelp uit hun hand uitkiezen. En dan, ik weet niet wie welke. En dan kies ik diegene die het mooiste of het bijzonderste of het apart gewoon de schelp die eruit springt. Nee, ik kijk niet. Dan weet ik niet van wie welke is. Ja, maar dat kan je ook niet weten. Nee, dat is ook de bedoeling. Oké. Ik ga kijken. Wat vind ik de mooiste? Dit is nummer 3. Die valt af. Oh. En dit is wel echt heel moeilijk. Want deze heeft wel hele mooie kleuren. Maar die hele witte is ook wel heel bijzonder. Nee, dit wordt de nummer 2. En dit is de nummer 1. Yes, ik heb gewonnen! Oh, ze heeft... ik wist echt niet wie welke schelp had. We zijn weer thuis. Niese was hier net nog even, want we hadden spullen door elkaar in de tassen zitten. Dus dat hebben we verdeeld. Lola had weer afgesproken met een ander vriendinnetje, dus die is daar gelijk heen. Sarah is met de buurmeisje aan het buiten spelen. En ik ga opruimen en ik denk dat ik dan gewoon heel even ga chillen. Helemaal alleen. Chillen met de billen! En we eten nu lekker kofta. Lekker hè, mom? Ja, ik heb er... Marco, die is er nog niet, maar het eten is al klaar. Maar die zal elk moment thuiskomen. Dus ik ben vast met deze hier begonnen. Anders is het koud, hè? Ja. Zij ligt op bed. Marco kwam trouwens niet thuis. Want die bleef nog hangen waar die is. Dus het eten staat in de oven voor hem. En ik ga nu thee zetten. Ik heb echt op vanochtend na heel dag ik thee op. En thee is mijn koffie. Ik moet gewoon thee hebben. Echt. Vorige keer, wie had het nou gereageerd? Het was een bekende die mijn vlog had gekeken. Die zei altijd, jouw vlog kijk, moet thee zetten. Want ik heb er wat trek in thee. Dat vond ik wel heel grappig. Maar goed, ik ben nog even alleen. Dus ik ga gelijk zo even editen. Heb ik dat in ieder geval gedaan. En verder weet ik niet. Weet ik niet hoe laat Marco thuis is. Misschien in 2 minuten en misschien in 1 uur. Ik zie het wel. Dus ik ga even vast doen. Maar vast alles doen wat ik wil doen. Marco ging het al echt heel snel slapen, want hij was morgen heel vroeg op. Ze hadden lachen op bed, dus ik heb een gezellige avond met mezelf. Ik ben klaar eigenlijk met alles wat ik moet doen. Maar ik heb echt zo'n energiek gevoel. Dus ik ga even kijken wat ik over zin moet doen. Want ik heb echt geen zin om alleen maar voor de tv te gaan zitten. Echt zin om dingen te gaan doen. Eigenlijk heb ik zin om uit te gaan. Maar dat heb ik wel echt heel veel zin op dit moment. Maar goed, we gaan met thee. Even kijken wat ik dan maar kan verzinnen. En toen liep de avond even iets anders. Sarah voelde zich net niet zo lekker. Dus ik ben net bij haar geweest. Maar ze slaapt nu weer. En het gaat voor nu gewoon goed. Dus ik ga nu zelf ook naar mijn bed. Ik heb de kamer net nog even snel aan kant gemaakt. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!